Hoi, ik ben Luna en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag doe ik een review over twee nieuwe producten van de nieuwe lijn van Folkgirl. Deze vier geuren zijn Bohemia, Tornado, Bamboo Beer en Lovely. Vandaag test ik Lovely en Bohemia. Dit zijn ze. Ik test ze op geur, verpakking, hoe lang het blijft zitten en of het prikt. Laten we beginnen. Ik begin met het product Lovely. Toen ik hem voor het eerst zag, vond ik hem echt heel schattig en heel lief. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hem gekozen heb. En op de achterkant, hier, staat ook lief en zacht. Dus eigenlijk is dat echt helemaal goed bedacht. En dit is Bohemia. Toen ik deze zag, iets daarna, vond ik hem ook heel leuk. Zelf zou ik de verpakking iets anders gedaan hebben, maar toch vind ik hem zo leuk dat ik hem gekozen heb. Aan de achterkant, hier, staat pittig en stoer. En op zich vind ik dat ook wel. Laten we dan nu doorgaan met het onderdeel ruiken. Deze keer begin ik met Bohemia. Oeh. Dat ruikt echt lekker. Ik kan niet echt precies beschrijven waar het naar ruikt. Maar pittig en stoer zou ik wel kunnen bedenken dat ze dat zo zouden noemen. Ik vind het ook eigenlijk echt een heerlijke meisjesgeur, als ik eerlijk mag zijn. Dan hebben we hier ook nog Lovely. Ik vind hem echt heel fris en lekker ruiken deze. En lief en zacht is, vind ik eigenlijk deze ook wel. En nu ga ik de deo's opproberen om uit te testen of ze prikken. Oeh. Nou, ze prikken allebei niet, dus dat vind ik echt wel heel fijn. En nu ga ik uittesten of ze heel lang blijven zitten. Doei! En ik heb deze twee producten uitgebreid uitgetest. Ik heb de voor- en nadelen overwogen. En zelf heb ik gekozen dat Lovely de winnaar is. Waarom? Omdat ik de verpakking net iets mooier vond. En ik vond de geur ook beter bij de naam passen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hopelijk zie ik je dan weer. Doeg!